Het is een heldere, mooie avond. En daar, in het oosten, komt de halve maan op. Oftewel, het eerste kwartier. Bij ons ziet dit er altijd hetzelfde uit. De rechterhelft van de maan is verlicht en de linkerhelft is donker. Maar als ik naar dat eerste kwartier kijk, op het zuidelijk halfrond, heb ik een heel ander beeld. Waarom, vraag je je af? Nou, op het zuidelijk halfrond ziet de maan precies op zijn kop. Daardoor ziet de maan er anders uit. Denk bijvoorbeeld aan de krater Tycho. Op het noordelijk halfrond zien we die aan de onderkant van de maan. Terwijl op het zuidelijk halfrond die aan de bovenkant zichtbaar is. Jongens, het is nog een beetje lastig praten zo. Zullen we even normaal doen? Phew, dit is beter. De situatie is dus precies omgekeerd vanaf het zuidelijk halfrond gezien. Daar is de linkerhelft verlicht en juist de rechterhelft donker. Op de evenaar is het weer een andere situatie. Daar is de bovenkant van de maan verlicht als deze opkomt. Maar naarmate de nacht vordert, kantelt het gedeelte en gaat deze met een glimlach weer onder. Ondanks alle verschillen is er iets dat niet anders is. We zien overal dezelfde kant van de maan en hij komt altijd in het oosten op. Hoe je de maan ziet is puur afhankelijk van de plek op aarde waar je bent. Het is dus een kwestie van perspectief. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Oei, je begint wel heel rood te worden. Jongens, hoe lang moet ik hier nog blijven hangen?